official home point has been updated. Please check it on the map. In deze aflevering wil ik drie verschillende verstellingen van de dronecamera laten zien. Eerst de verschillende zoommogelijkheden, daarna een specifieke lichtmeting en als laatste drie mogelijkheden om de camera te bewegen. Het digitaal zoomen werkt zowel in foto als in videostand. In deze fotostand kan de zoomschuif met de vinger op het scherm ingeschakeld en bediend worden. Er kan tot 2 maal ingezoomd worden. Een andere mogelijkheid van zoomen is om de gimbal, het dialwiel en de FN-toets gelijktijdig te bedienen. In de 4K videostand kan ook tot 2 maal ingezoomd worden. In de 2.7K videostand kan tot 3 maal ingezoomd worden. Natuurlijk neemt wel de beeldkwaliteit bij een grotere zoomstand steeds verder af. In de 1080p videostand kan zelfs tot 4 maal ingezoomd worden. De beeldkwaliteit zakt echter naar een heel matige resolutie en voor mij niet meer bruikbaar. Lichtmetingen. In de autostand, zie gele pijl, kan met de EV-schuif de belichting worden aangepast. EV staat voor Exposure Value. In de manual stand, zie gele pijl, kan de belichting met de sluitersnelheid worden geregeld of met de ISO-waarde. Het ISO-getal geeft de lichtgevoeligheid van de sensor weer. In de autostand kan echter ook licht gemeten worden op een bepaald punt. Raak het scherm aan op het punt waar je wilt meten. Er ontstaat nu een gele cirkel met een puntje. In het histogram zijn de verschillende waarden goed te zien. Wanneer je buiten het meetbereik tikt, dan wordt er een gele rechthoek getoond die het meetbereik aangeeft. Gebruik de camera on-off schakelaar om een foto te maken. Camera bewegingen. De camera van de Mini 2 kan op 3 manieren worden bewogen. Leg de vinger op het scherm en de camera volgt de stand van de vinger. Een tweede mogelijkheid is om de gimbal een dialwiel te gebruiken. Een derde manier is om de FN-toets te gebruiken. Deze moet dan wel worden geprogrammeerd. Druk hiervoor op de 3 puntjes. Ga naar Control. Schuif een stukje omlaag en vink de Recenter Gimbal aan. Als je nu de FN-toets eenmaal indrukt, zwengt de camera 90 graden naar beneden. Door nogmaals te drukken, zwingt de camera 90 graden omhoog.
Hier zet ik de camera met de gimbal dialwheel terug op min 17 graden. Voorlopig wel even genoeg informatie en ik wens je succes met de praktijk. Vooral vliegveilig.